Dat nee, is maar zeer voordat we straks nog even, misschien tijd voor een klein mini-college, maar eerst even kijken naar die hectische dag. Hoe die gegaan is, hoe het eruit zag. Je ziet wel, er staat nu wel al een heel klein rijtje. Voor. Wat ga je stemmen? Ik ga voorstemmen, voor samenwerking met Oekraïne. Wat ga je stemmen? Ik ga nee stemmen. Voor of tegen? Ik ben tegen. Heeft u al gestemd of niet? Oh nee. Waarom niet? Ik had geen tijd. Так чи ні, від самого ранку Нідерландці висловлюються з приводу угоди про асоціацію України і ЄС. Тож головне питання, як політики відреагують, якщо суспільство таки скаже рішуче ні? Kijk, heb je zijn dit keer niet van die enorme vellen om uit te vouwen, hè? Oké, tot ziens en heel veel succes vandaag. Het belangrijkste is overigens om goed te stemmen, het rondje in te vullen en niet het vierkantje. Kijk er nou even hier achter mij, hier op het station. Voor het eerst vandaag zien we een enorme rij. De opkomst, 29%. Van harte gefeliciteerd. De uitslag tot nu toe, 32,2%. Ja, deze uitslag laat zien dat het nee-kamp overtuigend heeft gewonnen. Wij waren voor een ja-stem en daar heb ik ook campagne voor gevoerd. Dus ja, dan ben ik uiteraard teleurgesteld over die uitslag. Nee, ik zie dat niet als een nederlaag. Wij hebben als ja-kamp en als D66 echt flink campagne gevoerd. Dan is het duidelijk dat ratificatie niet zonder meer kan doorgaan. Dat is volstrekt helder. En dan gaan we zoeken naar een oplossing. 61% zegt nee!